Hi, leuk dat jullie weer kijken. Het is weer een nieuwe video, maar dit keer in mijn superhete kledingkast. Ik heb namelijk een nieuwe video voor jullie. Maar dit is niet zomaar een video, want ik kom net terug van mijn vakantie. Echt net, echt vandaag. Daarnet kom ik terug van mijn vakantie en ik wilde mijn kleding gaan uitpakken, dus heb ik al een paar dingetjes neergelegd. Dus ik dacht, waarom ga ik niet gewoon lekker een kletsvideootje maken met jullie? En ja, waarom niet eigenlijk? Want ik wilde jullie best wel wat dingetjes vertellen en ja, don't mind alle spullen die je hier ziet. Er ligt hier een gitaar. Dus ja, in ieder geval. Laten we alvast gaan beginnen, want ik heb hier achter me een hele grote koffer staan met heel wat spullen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een rokje. En ben ik de enige of heeft iedereen dat diegene een beetje, zeg maar, een soort van iets in zijn kledingkast heeft? Zo van, oké, hier wil ik de broeken, hier de shirts, hier de trui, daar de blouses. Want ik ben daar echt... I need it. Ik kan niet zonder, zeg maar. Ik moet echt alleen maar broeken bij broeken en shirts bij shirts, want anders gaat het gewoon niet. Nu ik het er even over heb, ik doe even mijn schoenen uit, momentje. Oké, ik heb mijn schoenen uit nu. Maar verder, ja. Hoe gaat het met mij? Het gaat best wel goed. In principe gaat het best wel goed. De vakantie was, ja... Ja, ik weet niet. We hadden vakantie in Nederland en... ja, dat vind ik altijd een beetje jammer, maar weet je, het was leuk voor zolang het duurde en ik was blij dat ik gewoon even vakantie had om even tot rust te komen. Dit was trouwens één bikini wat ik mee had. Dit was het broekje met deze streep. Het is heel jammer, want door de zee is er, zeg maar, een beetje in blijven zitten, het groene. En dat is een beetje jammer. Maar goed, dit was dus één bikini die ik aan had. Hier heb ik één shirt die ik best wel vaak in de vakantie heb aangehad. Deze is van de HEMA. En dit is met zo'n gouden veer erop. Ik vond hem echt super leuk. Gewoon best wel simpel, maar ik deed hem in mijn spijkerrokje, omdat dat lekker zat. Nou, mijn koffer is uitgepakt. Nu ga ik door met mijn andere tas. Ik heb daar twee paar schoenen in zitten. Deze van Nike. Dit zijn de Nike Air Max 270. Ik vond ze heel erg gaaf. Dit is de nieuwste editie. En ik vond de kleuren echt heel erg gaaf. Ik moet echt eerlijk met je zijn, dit zijn echt wel de gaafste schoenen die ik denk ik heb. Ik heb ze niet zo vaak aan, I don't know why precies. En verder heb ik sandalen, ze zijn gewoon te vies om eigenlijk te laten zien. Het was bij de tweede camping, maar we zaten gewoon een beetje modderig en een beetje zanderig. Waardoor het gewoon niet echt te doen was om alles heel erg schoon te houden. Dus ja, dat was eigenlijk niet echt mogelijk. En verder heb ik nu iets wat ik ook super veel aan heb gehad. Ik ga het even binnenste buiten doen. Want ja, het zat binnenstebuiten. Deze heb ik van de H&M en dit was echt mijn beste aankoop ooit. Dit is een heel groot shirt. Kijk, heel groot shirt. En top ding. Dit schijnt, zeg maar, door, dus het is echt voor over je bikini heen. En ik heb deze echt non-stop gedragen op de eerste camping. En de eerste camping was in Zeeland. Deze heb ik echt non-stop gedragen. Beste aankoop ooit. Het was echt een top aankoop. Want ik heb het zoveel aangehad. Oké, de camera viel even uit. Ik weet echt niet meer waar ik gebleven was. Maar het laatste wat ik daarnet nog zei was dat ik het heel erg leuk vind dat als je op een camping zit, dat je dan gewoon weg kan gaan. En niet per se bij je tent hoeft te blijven zitten. Dus dat is echt best wel een groot voordeel daarvan. Ja, wat ik hier verder nog in heb zitten, dat zijn ja, parfum en deo. Dus... dat kan ik hier niet kwijt. Dus dat is tas 2, denk ik. Voor het grootste... ja, dit was tas 2. Maar dan moet ik dat zo meteen gewoon nog eventjes ergens anders verleggen. Want deze video gaat alleen over de kleding. Ik vind niet dat ik zoveel kleding heb. Tenminste, ja, voor mijn doen vind ik van niet. Ik heb dan wel een inloopkast, maar dat is echt niet omdat ik zoveel kleding heb. Dat ik heel veel ruimte nodig heb. Dat is het totaal niet. Het is gewoon meer... ja, dat ik gewoon deze ruimte gewoon toevallig... oh jongens, het is helemaal vies. Dat ik deze ruimte gewoon toevallig had in mijn kamer. Deze ruimte was er gewoon. Hier zit de cv-ketel in. Maar dit is een super handige, ja, zeg maar, inloopkast. Dus vandaar dat ik dat daarvoor gebruikte. En ja, het is best wel chill dat ik dat heb. Dat zeggen mensen vaak ook. Oh, nou hier heb ik mijn tweede bikini die ik... met heel veel liefde gedragen heb deze vakantie. Hallo, dat is deze. Deze is van de Forever 21. Dat heb ik gewoon online besteld. Was er na 2 dagen. Echt top service. Zo ziet hij er dus uit met verschillende kleuren. En de bovenkant is dan net iets anders. Even kijken, want de binnenkant is ook helemaal vies door de zee. En ik heb het echt geprobeerd uit te krijgen. Maar als iemand weet hoe ik dat eruit krijg, tell me. Dit is de bovenkant. Die is dus gewoon alleen paars. En dit is echt een top bikini. Want zeg maar... ja, hoe ga ik dat nou netjes zeggen? Dit bikini topje... Ja, het gaat niet alle kanten op. En je hoeft niet ineens van... Oeh, alles is ineens zichtbaar. Nee, dat is echt totaal niet. En het paarse past hier leuk bij. Dus ja, dat was mijn tweede bikini. Dus dat is echt... Dat was mijn lievelingsbikini, denk ik. Hier heb ik nog een topje. Wat ik heel veel gedragen heb. Don't worry, alles is gewassen. Want ja... Ik ga niet dingen vies terug in mijn kast leggen. En deze slippers heb ik ook met heel veel liefde gedragen. Maar ja, ze zijn een beetje nasty. Ze zijn van Fila. Maar ik heb ze wel echt met heel veel liefde gedragen. En, want ja, op een camping, geloof mij, je loopt echt bijna alleen maar op slippers. Als je nog nooit op een camping geweest bent, dan zeg ik het voor je. Maar dan loop je zoveel op slippers. Dat is gewoon, ja, gewoon echt... Dat heb je gewoon nodig in je leven, die slippers. Want... Als je dat niet hebt, oh my god, dan gaat het hem niet worden. En hier weer de laatste bikini die ik mee had. Dat is deze bikini. Heb ik hem wel goed vast? Ja, volgens mij wel. Deze is blauw. En het topje is ook blauw. Even kijken of ik hem goed vasthoud. Volgens mij... Ik zou het niet weten. Volgens mij zo. Dit is het topje. En die hoort dan zeg maar nog met deze bandjes vast achter op je rug. Dus dat was mijn laatste bikini. En die is van de HEMA. Top bikini, zit gewoon goed. Is gewoon zo'n driehoek bikini. Top bikini. De camera viel alweer uit. Heerlijk, om de zoveel minuten. In ieder geval, ik heb dus alles gedaan in de tas. Qua tasjes heb ik alles weer bij elkaar gestopt. Dus dan was dit mijn unpack video voor jullie. Ik hoop echt dat jullie het nieuw en leuk vonden. Want het leek me heel erg leuk om te doen. En om jullie een beetje meer... achter mijn vakantie laten komen. Het was natuurlijk geen hele lange video, maar ja, ik hoop toch wel dat jullie het leuk vonden. En vergeet zeker niet te abonneren als je mijn kanaal leuk vindt. En als je moi leuk vindt, doe een duimpje omhoog en reageer iets leuks. En dan ga ik nu lekker eten. Bye bye.